Als je een appel hebt gegeten of een uurwerk hebt gesloopt, wordt het klokhuis weggesmeten waar je toch niets meer voor koopt. Ha! Klokhuis, klok, klok, klokhuis. Alle dagen strijk en zet, klokhuis op het derde net. Een vierboot is, zoals jullie weten, een boot die heen en weer vaart. Oorspronkelijk heette het de heen- en weerboot, afgekort de weerboot. En door een spraakgebrek is dat vierboot geworden. Maar wie heeft die heen- en weerboot nou eigenlijk uitgevonden? Lang geleden leefde er een man die heel besluiteloos was. Hij kon maar niet beslissen wat hij nou precies wilde. Dus toen hij een huis moest bouwen, zat hij met datzelfde probleem. Hij kon niet besluiten of hij nou op de ene oever van de rivier zijn huis zou bouwen of op de andere oever. Aan de ene kant waren heuvels met bossen. Daar kon je jagen en je had altijd gratis hout. Maar aan de andere kant waren weilanden. Daar kon je akkers bebouwen en je kon er vee houden. Maar de man kon maar geen besluit nemen. Dus in zijn onzekerheid deed hij eigenlijk niets anders dan heen en weer varen. Als hij aan de ene kant was, dan dacht hij, nee, de overkant is toch mooier. En als hij aan de andere kant was, dan, enfin, je begrijpt het, hij bleef maar heen en weer knoeien. Nou waren er in die tijd nog geen bruggen. Dus reizigers moesten door de rivier waden of zwemmen om aan de overkant te komen. Dus als ze die man met die boot zagen, dan vroegen ze of ze mee mochten varen. En daar gaven ze hem dan wat voor. Die reizigers die vertelden natuurlijk allemaal aan elkaar, daar en daar is een man en die heeft dit heen en weer. Maar voor een kleinigheid kan je met hem meevaren. Die man kreeg steeds meer klanten. En van wat ze hem gaven, kon hij in leven blijven. Dus hij besefte dat hij niet meer hoefde te kiezen tussen de ene of de andere kant. Hij had als het ware van zijn besluiteloosheid zijn broodwinning gemaakt. En nou zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die niet precies weten wat ze willen. Dus het beroep van heen- en weerman werd al spoedig heel populair in Europa. Het kan toch vreemd gaan, hè? Vind je niet? Dit is de rivier de Rijn. En daar aan de overkant ligt het plaatsje Opheusden. En als ik daar naartoe wil, dan moet ik dus het water over. Als ik dat nou met een gewone boot zou doen, dan zou ik niet in Opheusden uitkomen, maar een heel eind verderop. Want de stroming in de rivier is hier heel sterk. Dat kan je natuurlijk oplossen door een boot met een hele sterke motor te gebruiken en tegen de stroom in te sturen. Maar je kan ook, veel slimmer, juist de stroming van de rivier gebruiken om aan de overkant te komen. En dat is wat ze hier doen. Want dit is een gierpont. Werkt zo. Midden in de rivier ligt een anker. Daar helemaal achter aan het achterste bootje. En aan dat anker zit een hele lange kabel en die zit hier aan de pont vast. En aan die kabel zitten ook twee hulpkettingen. Nu wordt die voorste hulpketting strak getrokken. Daardoor komt de kont van de veerpont schuin in de rivier te liggen. Daardoor krijgt de stroming er vat op. En zo duwt de stroom de veerpont naar de overkant. Dit is de kabel waar de boot mee vast ligt. En dit zijn die hulpkettingen. Als ik nou zo naar de overkant wil, dan trek ik deze kabel strak, waardoor de boot schuin komt te liggen. Het water stroomt zo en duwt de boot
schuin naar de overkant. Net als de wind in het zeil van een zeilboot. Vroeger ging zo'n gierpont puur op de kracht van de rivier naar de overkant. Maar tegenwoordig hebben ze de rivier een beetje veranderd. Ze hebben er stuwen ingelegd en daardoor is er veel minder stroming. Daarom hebben ze er nu een hulpmotor bij nodig. Het is maar een kleintje. Want als die boot alleen op de kracht van de motor naar de overkant zou moeten, dan zou die motor wel 10 keer zo sterk moeten zijn. Het is er nu maar eentje van 48 pk. Er zijn nog meer gierponten in Nederland. Die kun je altijd herkennen aan die 3 bootjes die ernaast liggen. Want die houden de kabel omhoog. Maar er zijn ook nog andere soorten ponten. En daar ga ik nu even kijken. Hallo, Schipper. Ja. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Dat hangt er vanaf wat je eronder verstaat, jongen. Je mag net zo min een pierenmogogeltje overvaren als dat je een hondje mag overrijden. Wat dat betreft is er geen verschil tussen land en water. Maar ik neem aan dat je oversteken bedoelt. Man, ik bedoel, Schipper, mag ik nou overvaren, ja of nee? En moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Hoe dan laat ik helemaal niet beleefdheid over, hoor. Maar om je nou een richtbedrag te noemen, het is 9,75 voor heen en weer. Maar ja, dat is ook wat, hoor. Ik moet alleen naar de overkant, man. Overkant? Hoor, dat komt goed uit, want dit hier is de overkant. Goed. Ik bedoel, ik wou graag een enkeltje heen zonder weer. Maar jongen, luister nou toch eens een keer, dat zeg ik toch. Kijk, ik zal het je uitleggen. Hoe? Ik woon daar. Dus voor mijn vrouw, dat is een best mens hoor, maar een beetje, nou ja goed, heb ik het niet over, is dit hier de overkant. En vanochtend ben ik dus heen gegaan, hierheen. En straks ga ik weer, dus daarheen. Dus als je heen wil, dan moet je bij mevrouw zijn. Ja, zo makkelijk is het niet. Oké, goed. Laat maar zitten. Ik ga wel zwemmen. Jongen, jongen, jongen. Dat heb ik nou altijd met die stadse mensen. Altijd eigenwijs. En als hij verzuipt, ik weet zeker dat hij verzuipt, dan krijg ik er problemen mee. Maar als ik er problemen mee krijg, jullie zijn maar getuigen. Ik heb helemaal niks gedaan. Dan moet je maar kijken. Maar hij is ook aan de overkant. Dit is het pontje van Eemdijk. Hier gebruiken ze die kabels op een hele andere manier dan bij de gierpont. Hier lopen 2 kabels van de ene oever naar de andere oever van de rivier. En daartussenin vaart de veerpont. Zo blijft hij precies recht op de koers naar de overkant. En deze pont vaart alleen op zijn motor. En die zit hier. En dit is hem. Een 6-cilinder dieselmotor. En hier in dit grote blok zit een schroef. Die steekt zo recht het water in. Gaat de veerpont naar voren, dan draait de schroef rechtsom. Gaat hij weer terug, dan draait de schroef naar links. Hoor. Maar ik weet er nog één. Er staan stoelen, hè? Ja. Stoelen zat, hoor. Er mankeert nog niks aan mijn ogen, hoor. Nou, dan kunt u toch wel gaan zitten. Ja. Kom dat maar. Nou, het lijkt me anders niet zo moeilijk. Wat jou, toch? Nee. Ja, ja, ja.
Ja, nou dat is maar makkelijk zeg. Ik word er doodzenuwachtig van. Hier zit er nog in. Wat denk je van mij? Ik zit onder de falium en dan krijg je dat ook nog eens een keer voor je neus. Dames, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Nou, het lijkt er anders wel op, meneer. Het is toch om niet goed van te worden, taak. Moet niet langer zo doorgaan, hoor. Ik kan hier absoluut niet tegen. Zeg, hé, hou er eens mee op. Ja, ga naar buiten. Ga op straat op en hier lopen. Moet je ons soms een beetje gek hebben? Oh, daar kan ik nog helemaal niet bij hebben, hè. Ik heb toch zo'n last van hoge bloeddruk, weet je wel. Naar buiten. Ik ben me een beetje gek. Dan moet ik onder de straat over. Wouden jullie me soms onder de tram hebben? En nou is het afgelopen! Slip! Ah, meneer Van Woenselaar. Die meneer is helemaal stapelkrankjorm geworden. Nou, dat valt wel mee, mevrouw Van der Hoeven. Kijk, meneer Van Woenselaar is zijn leven lang kaptein geweest op de veerboot tussen Den Helder en Texel. Dus ja, hij kan nog maar moeilijk afstand nemen, hè, meneer Van Woenselaar. Komt u maar, ja. Goed zo, 3 graden stuurboord. Ja. Beetje bakboord. En recht zo die gaat. Prima. Buik voor elkaar. Achteruit, meneer Van der volle kracht. Achteruit. Dit is de kleinste pont van Nederland. Hij ligt ook in de rivier de Eem en heeft geen motor. Maar wel een kabel. Alles gebeurt hier met handkracht. Hoe is je net? Draai jij die kabel strak? Is het zwaar? Ja, behoorlijk. Hou jij hem even tegen, dan zet ik hem op de rem. Ja. Nog ietsje verder. Ja. Ja? Ja, staat. Reed je verder naar voren, hè? Jeetje, is het zwaar! Wat zwaar, zeg! Vroeger werd dit pontje gebruikt om mensen over te zetten. Maar nu wordt hij alleen maar gebruikt door de boer om de koeien mee naar de overkant te varen. Want dat daar is een natuurgebied. En dit pontje is nou van natuurmonumenten. Moeten we al remmen? Ja, dat is wel hard zo. Ga jij, kapitein? Je hebt hem geroepen? Dat zou ik denken, De Wit. De maat is vol, mijn geduld is op, ik heb je gewaarschuwd. Nou is het afgelopen. Zo dan, kapitein. Als jij je niet weet te gedragen tegenover onze passagiers. Als je de naam van onze veerboot met elke dag de grabbel moet gooien. Moet je de gevolgen daar maar van ondervinden, jongen. Maar kapitein, wat heb ik dan nou weer verkeerd gedaan? Toen die lieve, aardige, dove, slechterbeend zijnde 96-jarige mevrouw Finley aan jou vroeg. Varen we nou naar Calais of Dover? Toen heb jij tegen haar gezegd, dat mens krijgt het heen en weer. Is dat waar of niet? Waar, kapitein? Precies wat ik zeg. Maar het was al de 10e keer dat ze het vroeg. Hij heeft de neus gebroken. Ik gleed uit, kapitein. Hij heeft er in een koffer willen proppen. Dat was een vergissing, kapitein. Niks mee te maken, De Wit. Je bent op staande voet ontslagen. Eraf! Laat je nooit meer zien. Ai, kapitein.